Dat ik na jaren te horen kreeg dat ik mogelijk boventallig zou worden, toen was ik helemaal van slag. Het was echt wel een rouwproces, omdat ik mezelf wel met pensioen zou gaan. En op het moment dat jij 16 jaar iets gaat doen wat eigenlijk niet in je hart zit en waar je niet blij van wordt, ja, dan gaat het op een gegeven moment zijn tol eisen. Nou, via het bedrijf kregen we het horen dat ze aanboden via RijSmart hulp te zoeken, om begeleiding te zoeken, om nu een volgende stap te gaan maken. Ik had alleen niks met RijSmart. Dat was bij mij op dat moment onbekend. Aanvankelijk was ik dan ook wel wat sceptisch, maar uiteindelijk heb ik er wel hele goede ervaringen mee. RijSmart heeft mij geholpen om weer te ontdekken wie ik echt ben. Gewoon terug naar mijn basis, gewoon wat mijn zielsmissie is, waar ik blij van word en waar ik energie van krijg. Ik stond sceptisch tegenover dat digitale concept op de afstand coachen. Maar uiteindelijk bleek dat voor mij best wel een uitkomst te zijn. Want het kan op je eigen moment, je hebt weinig tot geen reistijd en je hebt een soort van veilige afstand. Van de specialist waar ik mee gewerkt heb, had mijn persoonlijke coach de meeste waarde. Die challengede mij om ook de stappen te maken die echt gewoon nodig waren. Dus de ene keer pakte ik de regie zelf en de andere keer kreeg ik een duwtje. Naast de persoonlijke coach had ik ook nog een jobhunter en voor de persoonlijke branding. Het is echt wel een samenspel van hun drieën. De coach loopt eigenlijk al een rode draad door je hele proces heen. En tussen in dat proces worden daar de brandingspecialist en de jobhunter aan toegevoegd. We hebben gewoon leuke gesprekken gehad, heel persoonlijk ook. En ze was heel betrokken. Ook gewoon met mijn privé situatie. En ik kon alles met haar delen en alles met haar vragen. En uiteindelijk, aan het einde van de sessies, kon ze heel goed samenvatten wat we besproken hadden. En ze vroeg of ze me nog wat tips mee mocht geven voor het volgende gesprek. Of we gingen ze een boek lezen. Of ze liet me nadenken over de mogelijkheden. Ik kreeg op een gegeven moment hulp aangeboden van de brandingspecialist. Maar wat ik vrij snel terugkreeg, daar was ik ontzettend verrast door, op een positieve manier. Ze had de hele boel omgegooid op een manier waar ik ook echt achter stond. Ik heb het traject met name heel prettig ervaren. Maar er waren ook wel momenten van confrontatie. En vooral de confrontatie met jezelf. Dat je eerst in de weerstand schiet en vervolgens dat een bepaald proces aan jouzelf losmaakt. Dat je ook wel een andere kant van jezelf ziet. Mijn wens is ook om vitaliteit en lifestyle coach te worden. Ik ben momenteel bezig met de opleiding, een post-HBO, en die rond ik deze maand af. En ook via RijSmart ben ik op deze opleiding gekomen. Door RijSmart en door de verschillende mensen kreeg je continu te horen wat je krachten ook zijn. En daarmee heb ik mezelf, zeg maar, veel beter kunnen neerzetten. Ik heb nu het idee dat ik me zo ontwikkeld heb dat ik nu een fase verder ben. Maar zou ik wel weer in exact dezelfde situatie komen, dan zou ik zeker weer voor RijSmart kiezen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je er open en eerlijk in gaat in dit traject. Dat je gewoon je kwetsbaar opstelt om echt te ontdekken wie je bent en waar je kracht ligt. Want deze kans krijg je maar eenmaal. Je hebt zelf de regie wanneer je gebruik maakt van RijSmart. Als ik opnieuw zou mogen kiezen, dan zou ik opnieuw weer de keuze maken om voor RijSmart te gaan.